mijn stress met school? Ik denk in principe wel goed voor een 6-7. 6-7? Jawel. Ik denk het ook. Of toch niet? Jawel. Zij lachen nu nog, hè, maar jullie zijn straks ook aan de beurt. Dus... ja, we gaan het zien, man. We gaan het zien. Oké, dan gaan we testen. Ik ben Leeroy Owusu, 22 jaar, speler van De Graafschap en ik kom uit Purmerend. Voor jou allemaal begonnen? Waar is jouw voetbalcarrière begonnen? Dus in Purmerend. Vroeger altijd op pleintjes. Mijn vader had van die goals gemaakt vroeger. En daar gingen we dan met de hele buurt gewoon voetballen. Dus voetbal zat er al heel vroeg in. Keihard, en dan gewoon met je vrienden op pleintje eigenlijk? Ja, kampioentje, dat soort dingen. En eerlijk, mag gewoon even eerlijk antwoorden. Hè? Was jij altijd daar al gewoon aan het slopen? Was je de beste daar? Ik speelde wel goed, ja. Ah ja, is bescheiden. Voordat we beginnen, ik ga alvast zeggen, ik heb net een ballon opgeblazen, dat is normaal gesproken level 2. Maar die waait alle kanten op, dus die geef ik jullie alvast, oké? Level 2 is easy, die is voorbij. Dankjewel, yes. Oké, level 1, 10 keer, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keurig, hier, easy. Basketbal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Hier zijn de meeste spelers op fout gegaan. Ja. Heb je nog een tip voor mij? Ja, hou hem niet te dicht bij je lichaam, dan gaat hij te ver vooruit. Je mag alles gebruiken toch? Ja. Schiet hem in de lucht, heel hoog. Komt ie. Goed. 2 keer, 3, 4, 5, 6. Kijk, dit is 7, 8, 9, 10. Tuurlijk! Mooi. Volgende. Dit is die slechte bal van vroeger, hè? Heel licht, toch? Die gaat... Dit gaat Leroy vaak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keurig. Nu wordt het steeds kleiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is dit te makkelijk? Ja, eerlijk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat is hier hoor. Ja, maar je gaat halen. Ja, fanatiek nu hè. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aight, sterk. Eén na laatste. Je mag hem even verfrommelen, even een goede balvorm van maken. Sok. Let's go. 1, 2, 3, 4. Hey, dat is hem. 4. Maar dit was heel strak. Dit is level 9. Level 9. Dat is gewoon netjes gedaan. Heel goed gedaan. Hoe vond je het gaan? Ja, ging wel oké. Ja? Goed, jawel. Ja, en wat is er dan zo moeilijk aan die sok? Die sok, hij gaat niet echt omhoog. Dus je schiet hem maar, gaat een beetje naar de zijkant. Ja, een beetje moeilijk. Ik zag ook, hij begon wel redelijk als een bal, maar bij de eerste trap was het voep, was het een langwerpig. Jammer, maar wel tevreden? Ja. Oké. Als zij dit gaan doen, zij komen niet zo ver. Ik denk eerlijk. We gaan het bekijken. Ja. Is goed, gaan we naar de volgende. Ik zeg je eerlijk, ik ben niet sinds vroeger iemand die op de panna speelt. Maar de laatste tijd zit er wat meer in en dat kan je aan hem vragen. Hoeveel staat het? Gewoon eerlijk. 2-2. Staat 2-2? 2-2. Nou, hij is niet eerlijk. Maar potjes 1 tegen 1 of is dit in een rondootje? Het gebeurt in de training, in partij of in de rondo. Okay. Het staat 4-2 voor mij. Niet zo raar. Nee, maar rondo vind ik geen panna. Dat vindt hij geen panna. Maar, Oké. Maar er worden genoeg panna's uitgedeeld dus? Ja, af en toe. Ik ben niet per se soms. Oké. En weet jij nog vroeger op pleintje, want ik ben ook straatvoetballer, hè? Dus ik weet nog, als ik een panna krijg, kijk, dat gebeurt af en toe. Ja. Maar ik weet nog precies hoe het voelt. Ja, weet jij nog een panna die... Dat gevoel is niet zo lekker. Dat voelt wel even kut, ja. Maar je moet gelijk door, toch? Daarom. Dat vind ik wel sterk. Ja, je moet gelijk door. En weet jij nog één echt een erger die je gekregen hebt? Zo van achterlangs iets, poortje... Ja, ja, ik kan me nog één herinneren, volgens mij 3 jaar terug of zo. Dat was dan bij een vriend van mij, uit Dilandro. En ik kende hem nog niet heel goed. Nu zijn we vrienden, vooral door voetballen buiten. En ze zeiden al dat hij goed was, oké. Ik zet druk bij hem en hij gaf me echt een panna. Ja, ik kon hem niet geloven. Ja man, en dan kan je ook niks anders doen, dan moet je hem accepteren. Ja, ik gaf hem mijn hand. Ja, dat was mooi. Volgende ronde is de vragenronde. Ik ga jou vragen om een minuut lang hoog te houden met een normale bal. Okay. En ik ga jou allemaal vragen stellen tussendoor. Dat is goed. En het zijn vragen over bijvoorbeeld Vijverberg, over wat is je lievelingseten, dat soort dingen zit er ook bij. Ja. Probeer niet afgeleid te raken. Okay. Ben je er helemaal klaar voor? Yes. Ja? Oké, dan gaan we starten. Hoeveel mensen passen er in de Vijverberg? 12.000. Zo, ik keur hem goed. 12.600, maar vooruit. Hoe noemen ze jullie fans? De Superboer. Juist, heel goed. Hoe heet de mascotte van De Graafschap? De mascotte? Ja. De Superboer? Nee, nee, je kan niet passen bij deze. Wat voor dier is het? Heb ik hem ooit gezien, joh? Dat weet ik niet. Ik heb hem wel af en toe gezien. Nee, ik weet echt niet. Oké, dan slaan we hem over. In welk jaar is De Graafschap opgericht? Ja, ik weet het. Ja, 1954, les, oei. Hoeveel is 144 gedeeld door 12? Je hebt nog 20 seconden. 12. Juist, heel sterk. Hoeveel is 19 plus 16? 19 plus 16? Ja. 35. Juist, sterk. Oké, hoe spel je cornervlag? C-O-R-N-E-R-V-L-A-G. Heel netjes. Oh, je hebt nog 2 seconden. Hoeveel is 6 keer 8? Nee, hij is klaar. Een minuut. Heel goed. Ready gewoon. Kom maar, stress met school. Easy, easy. Ja. Ik ga ze wel even zoeken. Kom gewoon, kom. Welke hadden we? Oh ja, de mascotte. Wie is dat? Van De Graafschap. Dat is Guus. Guus, hebben we hem ooit gezien? Hij wist ook niet. Guus aanmaten, maar ik weet niet wat voor. Maar ik zie hem ook. Zebra. Zebra. Ja man. Okay. Ja man, dus die zit nu voor altijd erin. Zebra, ja. En ik vond hem wel sterk, de Vijverberg, 12.000. Ik had op mijn kaartje staan 12.600, maar ja, okay. Die gun ik je, vind ik gewoon goed. Dat je dat wist. Dit ging weer oké, toch? Ja, toch? Ja. Oké, allerlaatste ronde. We gaan door naar de volgende. Hey. Ik ga je vragen of je de bal bovenop je hoofd wil neerzetten. Okay. Niet kijken en dan moet je hem balanceren. Okay. En ik ga de tijd bijhouden. Oké. Hoe lang denk je dat je het gaat halen? 2 seconden. 2 seconden? Dat is best lang hoor, eerlijk. Ja? Oké, ben je er klaar voor? Ja. Oké. 3, 2, 1. Wacht, wint hè, wint. Hey. Oké. Ja? Nee, maar jij moet het kunnen, je bent een afrietje. 3, 2, 1, ja! Oh, hey. Die 2 seconden zat je heel dicht in de buurt. Ja, dit is moeilijk man. 1 seconde 72. Je zat dus wel heel dichtbij, bij je verwachting. Ja. Netjes, is het moeilijker dan je dacht? Of? Dit is echt moeilijk. Op je hoofd? Ja, hoe doe je dat man? Gewoon gevoel. Je moet gewoon gevoel hebben, ja man. En als je het maar vaak genoeg doet, dan weet je precies waar die... Ja, zo lang als je wil. Ja. Als hij maar helemaal ligt, dan kan er niet meer zoveel gebeuren. En je merkt wel dat je moet een klein beetje bijsturen en zo. Maar dan blijft hij wel liggen. Er zijn veel kids denk ik aan het kijken, die willen ook graag profvoetballer worden. En wat zou jij hen nou kunnen meegeven? Wat voor tips kan je ze geven? Ja, gewoon veel buiten voetballen man. Zo is het bij ons ook gegaan. Ik zie dat kinderen heel veel binnen zitten, maar ja, het gebeurt allemaal op straat. Ja, je moet gewoon veel voetballen... Blijf trainen en ja, als het in je zit, dan zit het in je, dan kom je weer.